Standhouders die langs de highway de Martin Luther Kingweg verkopen, moeten weg vandaan. Ze hebben een brief van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie ontvangen, waarin staat dat de weg tot een vierbaansweg zal worden gemaakt. De standhouders verkopen daar dagelijks diverse vissoorten, krabben en garnalen. Een van de standhouders, Ramon Jagisser, is onaangenaam verrast met deze mededeling en is bang dat hij minder zal verdienen als hij weg moet van die locatie. Ik kon er een nederijs op boekba. Dat zou staan. Als je zo vader, wat die val je weer? Ik ben een mono. En telk o ting om mag dit ja? Wel, samen hier na. De matak na hier is die de begin. En de matak hier. Zodra je uzi de mako machine kongba. Na puru e fino a puru a driba, ma o dribi anga machine na fata, o machine eko wata, machine ma oroko. Dus, ek me tege, misrefi, no ma sabi eigenlijk, sa opsara, ma tege eerlijk. U probeer futa kan ha minister, u veratoor disi? Wel, ten anga no, uno dua stappen dati. Minister Jerry Miranda bevestigt dat de standhouders moeten verhuizen. Hij zegt dat ze sinds 2012 zijn aangeschreven dat ze een andere plek moeten zoeken, omdat de weg gerehabiliteerd zal worden. Bovendien hebben deze standhouders geen toestemming om langs de highway te verkopen. Niemand heeft toestemming of wat dan ook gehad om daar activiteiten te ontplooien. Ik weet het, want ik was de toenmalige DC daar. Toch? De mensen, een paar van ze heb ik persoonlijk aangesproken. Wanneer we nu op het punt staan en iedere keer, het is altijd leuk en ja, er is gesproken over een highway. Waar is die highway? Wel, die highway, u kunt gaan kijken, de tracés zijn al klaargemaakt. De voorbereidingen zijn vergevorderd stadium. Als het goed is, gaan we de datum te goede waar we moeten starten, heel binnenkort, gaan wij daar krijgen een vierbaans highway, compleet met fietsenpad en erbij. We hebben dus weer opgepikt het punt. U was al aangeschreven, nu moet u er rekening mee houden. Als er gestart wordt, gaat u moeten schuiven vandaar. Minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie over de verhuizing van de standhouders aan de highway. Samen met districtscommissaris Remy Polak zal hij ervoor zorgen dat de standhouders een andere verkooplocatie krijgen.